Oh nee, daar komen ze al. What the fuck? Dit is geen cirkel, jongens. Yo mensen, mijn naam is Damien en welkom terug bij weer een gloednieuwe Third Age Total War video hier op VondelSnel. Eigenlijk had er vandaag Subnautica online moeten komen, maar die kwam woensdag al. En er is geen Minecraft World of Survival. I know, jongens, geef me een break. Het is zo, ik heb het zo druk en mijn uploadschema is helemaal in de war. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie alsnog vandaag genieten van deze video. Want jongens, moet je eens kijken, ik heb dit legertje. En dan denk ik echt van, oké, dat is echt helemaal niks. Dat klopt. ja, dat klopt. Want ik had deze reactie namelijk uitgekozen. En ik sta nu niet, zoals je kan zien, sorry, voor de Black Gate. Ik sta daar niet. Want de Black Gate is weer een siege. En die moet je dan moet je door de Black Gate heen. En daar had ik niet echt zin in. Maar ik wil wel een soort van die battle namaken. Dat ze op een gegeven moment zie je dan zo'n shot van boven in de film. En dan staan ze echt in zo'n kring. En dan zijn ze helemaal omsingeld. Maar ze zijn wel echt in zo'n circle. Staan ze allemaal opgesteld. En daarom heb ik deze jongens, de Gondor Spearman. Want die kunnen, moet je even kijken, die kunnen een shield rom. Hoppakee, en dan staan ze in een cirkeltje. En als ik ze allemaal dan zo doe, deze ook natuurlijk. Wat? Oh, hij wou niet, maar nu wil hij wel. There we go. Oh shit, dat was niet de bedoeling, maar als ik ze nu... Nee, oké, dan krijg ik ze allemaal naast elkaar. Maar ik denk, we zetten ze gewoon, kijk, deze zet ik hier neer. Oh nee, dat is mijn general, die zet ik achteraan. Die gaat daar. Ik ga het in een soort, ja, ik ga gewoon improviseren dat ik echt een cirkeltje krijg. Die ongeveer daar zo. Zetten we die rechts. En zetten we deze hier. Oké, het is echt geen cirkel. Het is meer een bloem. Hey, dat is best wel prachtig. Goed, we gaan het zo doen. Als het goed is dit best moeilijk te breken. Maar ik heb mezelf dus 5 units gegeven en de enemy heb ik 20 units gegeven. Dus, we gaan niet tegen Mordor, we gaan trouwens tegen Gundabad, maar let's go. ik was een beetje vergeten dat ik ze enorm veel units had gegeven. Nou, ik zei het net zelf ook al, maar ik weet ook niet of ik moet gaan lopen of zo. We gaan rustig die kant op lopen, guys. Calm. Dan moeten ze wel in zo'n cirkel blijven staan trouwens. Ik weet niet of dat nu gaat lukken. Guys? Oké, kunnen we al inzoomen? Niet helemaal. Oh my god. Ik weet niet, ik had in de reacties gelezen van Damien, je moet je unit size op huge of zo zetten. Dus ik ging zoeken naar unit size. Ik kon het nergens vinden. Alleen in de opties, er stond unit size. Of nee, unit scale. En ik heb de schaal nu op huge gezet. Maar betekent dat dan dat ze nu groter zijn, de poppetjes gewoon? Of betekent dat dat de legers groter zijn? Want ik weet nou niet of dit... Dit is wel enorm groot trouwens. Of dit nou echt... Volgens mij is het serieus groter. Oké. Nice. Wow. Kijk naar dit groepje. Jongens, ga er even bij staan. Dit groepje. Dit cirkeltje is perfect. Oh, feels good, man. Look at this, guys. Oh. Waarom gaan ze nou ineens weer lopen? Nee, jongens, jullie moeten goed gaan staan. Ze komen eraan. Waarom gaan deze naar voren lopen? Jullie stonden zo goed. Jongens, alsjeblieft goed staan. Meer naar binnen. Ze komen eraan. Doe iets. Oh nee. Oh. Ja, ze waren veel te laat. Ze moeten zo'n speerwall maken. En dat ze er dan inrennen. Maar ze liepen nog. Dit is geen cirkel, jongens. Ik moet even mijn geluid wat zachter zetten. Want volgens mij loop ik echt te schreeuwen. Wow, ik loop echt te schreeuwen. Het is nu ineens vet stil in mijn headset. Oeps. Maar hey. Die zijn weer weggerend. Dat is een goed teken, want meestal... Nou, dan gaan ze nog een keer chargen meestal. Maar dan konden ze het in ieder geval niet helemaal volhouden. Dit lijkt al iets meer op een cirkel... Niet echt. Een ei. Een langwerpig ei. Laten we daarop houden. Ik laat het zo staan. Ik ga er niet mee ouwhoeren. Maar we moeten nog zo... What the fuck, man. Volgens mij heb ik wel de unit size echt hoger gezet. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n groot leger bevocht heb. Maar goed, laten we even in de frontlinie kijken. Hoe gaat het hier aan toe? En deze charge je nu in de achterkant van deze. Dat heeft dus geen zin en dat is goed. Even kijken, wat gebeurt hier? Hoe gaat het met mijn general? Waarom heb ik mijn general vooraan gezet? Damien, jij dwaas. Oh my god. Oké, misschien kan ik hem omwisselen. Want als mijn general dood is, dan is het gewoon over. Oh shit, ik had dit beter moeten nadenken. Hier beter over moeten nadenken bedoel ik. Op zich gaat het hier best wel prima.
Deze staan heel uitgespreid, zoals je ziet. En dat is echt niet goed voor hen, omdat ik in zo'n kluitje sta. Dat is volgens mij beter voor mij. En jongens, ik moet toegeven, moet ik wel even bijzeggen, als ik dit verlies. Ik moet toegeven, in de voorgaande episodes van Third Age Total War heb ik mijn eigen units wel wat beter gemaakt dan de vijand. Iets beter, ik heb ze niet op het hoogste niveau gezet volgens mij. Anders had ik dat ook wel bij de units gedaan. Maar nu heb ik ze gewoon allemaal gelijk. Mijn units zijn gelijk. Die hebben dezelfde upgrades, of geen upgrades, als de enemy. Dus nu zijn ze gewoon qua niveau allemaal hetzelfde. Dus misschien had ik mezelf wel dit keer wel een bonus moeten geven. Of nou ja, misschien was het dan wel legit geweest. Maar, I don't know. Het ziet er niet dramatisch uit, laat ik het zo zeggen. Hier gaat het best wel prima. Oh, er gaat net... Oh, er ging niet iemand dood. Nice, ik zie allemaal orks doodgaan. Let's fucking go. Ik vraag me af wanneer ze deze kant gaan chargen. Want hier, deze mensen staan gewoon te chillen. Oh, look at this, guys. Look at that. Deze muur. Charge daar maar één keer in. Waarom doen... Zij moeten deze gewoon hier neerzetten. En dan krijg je echt al een beetje zo'n circle uit de film. Dit begint er al een beetje op te lijken. Dit lijkt serieus al. Dit vind ik cool. Nice. Mijn general unit heeft er nog maar 100. Dat is niet heel goed. 99 zelfs. Oh. Even kijken, wat staat erin? Defeat is almost a certainty. Oftewel, verlies is bijna zeker. Ik heb 28% van mijn units verloren en zij pas 6%. Maar in vergelijking, we hebben veel meer units. Ze hebben gewoon allemaal reserve units, maar dit is niet normaal. Dit ga ik nooit winnen. Laten we het een beetje gaan versnellen. Ik ga hem op plus 2 zetten. Dan gaat het dus twee keer zo snel. Haha, Damien. Ik wist niet of jullie dat door hadden. Ah, nee. Oké. Onze general is dood. Maar mijn units blijven doorvechten. Ze zijn moe. Die zijn ook moe. Tired, tired, tired. Steady. Eager. Ja, ze zijn moe inderdaad. Ga ik dit halen, jongens? Ik zeg, ga ik dit halen? En kijk wat voor reserves ze hier nog hebben staan. Misschien had ik de battle iets kleiner moeten doen. Misschien had ik iets kleiner moeten doen, want dit is echt dramatisch, hoor. Oh, shit. Maar het ziet er zo goed uit. Ook al wordt mijn cirkel wel echt kleiner, hoor. Jongens, let op. Look at this. Al het rode moet nog dood. Waar blijft de Rohirrim? Hallo? Die mogen nu echt wel even in charge. Gewoon zo. Dat zouden ze eigenlijk moeten maken. Dat het gewoon random kan gebeuren ineens. Dat de Rohirrim eruit komt. Dat zou heel grappig zijn. Oh! Ik dacht dat ze weg gingen rennen. Oh, ja, ja, ja. Ja! Ja! Let's go! Ren weg! Let's go! Ren verder. Oh. Volgens mij gaan ze serieus wisselen. Of niet? Want ik... Oh, we hebben nog de helft van onze mensen over. Wat zijn ze... Oh, ze gaan er weer in. Shit. En ze hebben me nu bijna ingesloten. Hier is dan ook een paar units. Een paar orks volgens mij. Maar ik doe... Serieus, ze doen het goed hoor. Kijk hoeveel orks er staan. Goonabed orks zijn er trouwens. Come on guys. Very tired. Ze zijn very tired. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat ze erg moe zijn. Oké, ik ga het keer 6 doen. Jongens. Keer 6. Oh shit, dat kan mijn PC niet aan. Of eerder de game. En we gaan naar plus 2. Even kijken, wat is er gebeurd? Is mijn cirkel nog kleiner geworden? Ah, ik weet het niet hoor, jongens. Ik bedoel, de statistieken zeggen van wel. Only a military genius... Ik wilde net zeggen, er stond... Only a military genius could win this battle. Oké, nee, wacht. We gaan het nog een keer doen. Jongens, ik ga jullie laten zien hoe je dit doet. Ook al weten jullie het waarschijnlijk allemaal. We gaan weer even naar Mordor. We gaan het doen, oké? Jongens, let op. Dit kunnen wij winnen. We gaan het met minder doen dit keer. Ik geef mezelf Gondor. Ik geef mezelf heel veel florins. Heel veel geld, want dan kan ik dat gewoon... Kan ik zoveel units kopen als ik wil. Zo werkt dat. Gondor dus en de enemy doe ik dan Mordor dit keer. Ik weet niet waarom, maar we doen dit deze keer. Nou, dan doen we dus Gondor. Kunnen deze ook een shield rom? Nee, die kunnen Spearwall. Shieldwall. Nee, ik moet toch deze hebben. De anderen kunnen dat allemaal niet. Oké. We nemen de Gondor Spearman. Ik geef me er alsnog 5. De enemy geef ik er... Oké, nee, wacht. Ik moet er wel minder hebben. Dus ik doe zelf... Ik doe er 1. 1 tegen 2. Come on. Als ik dit niet win, dan weet ik het ook niet. Legolas heeft er geen zin in aan zijn hoofd te zien. Maar jongens, ik wel.
We can do this. I mean, als ik gewoon in die cirkel blijf staan. Oh, is dit mijn hele leger? Het is ook meteen... Ja, het is één unit. Het is ook meteen je general natuurlijk. Dit moeten we kunnen. Als die schildrom wil doen. Hallo? Oh, there we go. Ik wou net zeggen. Alright, jongens. Tegen dat. Oké. I think we can do this. Let's go, guys. Oké, we hoeven nu nog niet in schildrom te lopen. Want we kunnen alvast wel even hierheen rennen. Ik zet het even op plus 2. Gaan we even wat sneller. There we go. Mooi lijntje. Moet ik wel even opletten dat ik op tijd in dat schildvorm gedoe ga staan. Want dat duurt even. Dus ik denk... Oké, stop. Stop. Schildrom, please. Jongens, schiet op. Ze komen wel dichterbij. Het zijn gewoon Orc Band. Deze zijn niet heel goed. Mijnen zijn sowieso beter qua stats. Dus ga nou even in een cirkel te staan, jongens. Het is niet zo moeilijk. De simpelste vorm die er is. Een cirkel. En kijk ze gevaarlijk doen. En ze kijken allemaal deze kant op. Niks. Ze kijken naar niks. En ze doen wel heel stoer. Kunnen deze mensjes ook eventjes netjes in de cirkel gaan staan? Oh nee, daar komen ze al. What the fuck? Dit is geen cirkel, jongens. Dit is niks. Oh my god. Oh, wat doet dit groepje hier? Ja, jullie zijn hartstikke dood. Oké, er staan er hier 5. Jongens, als deze 5... Als deze 4... Als deze 3... Als deze 2 het overleven... Prachtig, mooi. Maar er zijn er al 3 dood. Terwijl ik aan het praten was in een paar seconden. Maar er staan er nog 2. Misschien kunnen ze het doen. Maar ja, ze wisten niet hoe een cirkel eruit zag. Dus ze hebben zichzelf gewoon gefakt. Dat is serieus wat er net is gebeurd. En er staat er nog 1. Ja, ik heb ook geen medelijden met ze. Come on. Defeat is a distinct possibility. Maakt niet uit. Als het goed is, zijn we goed, toch? I mean, come on. We gaan doorspoelen. There we go. Plus 2. Hij leeft nog. Jongens, hij leeft nog steeds. Zie je dat? Hij leeft nog steeds. Hij leeft nog steeds. Plus 6. Hij is dood. Holy shit, oké. Okay. Maar ik wil nu gewoon even voor mezelf testen of dit kan. Of eigenlijk wil ik gewoon testen hoe sterk is een schildrom. Shieldrom, hoe je het ook wil zeggen. Kijk ze allemaal snel steken ook. Oh my god, ik heb echt niet... Nu al moe. Jullie staan in een cirkeltje. Het gebeurt niks. Ik heb serieus... Ja, mijn cirkel wordt steeds kleiner. Ik verlies dit weer. Hoe kan je nou verliezen als je in een compacte cirkel staat? Ja. Maar... Ik bedoel... Ik weet niet, hebben jullie de film 300 gezien, jongens? Vast wel met die Spartanen. Nou, die stonden dan niet in een cirkel, maar die stonden gewoon in één kluitje. En daar kon je gewoon niet doorheen. Dat was gewoon... Daar kon je niet doorheen. Je werd gewoon neergestoken als je er dichtbij kwam. En dat werkt veel beter dan gewoon een massa mensen of orks. Dus daarom dacht ik, nou, ik kies Mordor of Gunabad. Want dat zijn gewoon allemaal... Hey. Oh, ze zijn broken. Oh. Ah. Dude. Oh, ga ik nu sowieso verliezen? Want één groepje is weggerend. Ik had niet verwacht dat we die nog zouden wegjagen. Maar goed, ik laat het gewoon even doorgaan en ik ga gewoon verder kletsen. Maar dat werkt dus veel beter dan gewoon een massa mensen. Er is serieus een verhaal. Ik weet niet meer precies wat dat was. Maar dat heb ik echt gehoord toen ik op de basisschool zat of zo. En dat is waar gebeurd van vroeger. Dat er dus een enorm gevecht was. En toen was er echt een enorm leger. En die waren gewoon niet georganiseerd. Gewoon één grote groep boze mensen eigenlijk. Ja, zo kun je het eigenlijk wel zien. En er was dus één klein groepje. Oh, nou, hartstikke mooi. Maar er was dus één klein groepje. Met veel minder, die waren echt... De verhouding was 10 op 1. Of 1 op 10, als je het zo wil zien. Maar die wonnen wel. Gewoon omdat ze goed georganiseerd waren. Ook waren ze met veel minder. Dus dat werkt gewoon. Hoe dan ook. Ik zit hier wel te lullen. Maar ondertussen heb ik verloren. Jammer. Jammer, jongens. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie er misschien wat meer verstand van hebben. Jongens, als je het weet, laat weten in de reacties. Hoe sterk is een shield rom en hoe gebruik je hem? Kan ik hem ook... laten gebruiken. Ik heb trouwens ook de reactie gezien dat jullie de Minas Tirith Battle van een uur willen zien. Wil ik ook wel doen, alleen daar moet ik even tijd voor vinden, want zoals ik al zei heb ik het heel druk. Maar ik zal het proberen, jongens, dus misschien komt hij binnenkort wel een keer online. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Ik check jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Ik durf niet te zeggen dat die maandag komt, want nou ja, jullie horen het wel. In ieder geval nogmaals, bedankt voor het kijken en ik check jullie later.